Vandaag heb ik een de herfst essentials voor jullie. En dit houdt in dat ik alles, ja, gewoon een beetje bij de herfst hoort. En ik ben een trui vergeten, sorry. Maar ik ben heel erg fan van deze trui. Die ik dus aan heb. En nog een paar andere truien die laat ik dus niet zien in deze video. Want ik was dus vergeten om te laten zien. Dus ja, sorry daarvoor. Maar ik heb ze dus wel een andere herfst essentials video laten zien. Maar dan heb ik verder. Dus sorry dat ik het niet laat zien. Maar trui vind ik ook echt heel erg fijn. En ik heb nou trouwens nu een andere belichting. Wat hier boven me. Mijn iPhone. Daardoor. En ja, goed. Als het donker is of zo, kan ik gewoon filmen. Want dan kan ik gewoon filmen met mijn telefoon. Dus, nou, dit was mijn, dit was dus mijn video. Dus doe duimpje omhoog. En nagels vind ik altijd het leukst om te lakken, te doen zeg maar. En ik heb twee kleurtjes uitgekozen. Echt de all-time favorite van mij voor herfst en winter en zomer en zo. Ja, zo kan je maar blijven gaan. Maar dus deze van Gold Rose, een rode kleur. Dus rood is zo erg mooi. En die heb ik nu ook op nagels, zoals je ziet. En ik vind hem heel erg mooi. Dus dit is echt zeker aan te raden. En ook echt heel goedkoop. Dan deze van Essence. De Color and Go. Outliners. En dit is er 129. De Boy Next Door. En deze zijn echt zeker aan te raden. Zeker echt serieus uit. Ze zijn echt heel erg goed. Dus dat is die. En dan voor de ogen zeg maar. En ogen vind ik altijd heel erg leuk om op te maken zeg maar. Ik heb daar voor de Maybelline New York de Color Tattoo van Maybelline dus. En dit is nummer 35 omdat van Balance. Omdat deze is echt zo fijn kleur. Het is gewoon heel erg mooi. Ja, gewoon heel mooi. Ja, gewoon blond gemaakt. En het is zeker aan te raden voor als je je herfst opmaakt gemaakt. En dit is echt zeker aan te raden. Voor de tweede keer. Maar dan heb ik ook een MUA Makeup Academy. Oké, goed. Ik zal het niet meer zeggen. Maar dit is dus een palet. Nou ja, ik ben er een beetje voorzichtig mee. Want het is gewoon echt een, ja, gewoon een breekbaar palet. Nu. Ik zal het even laten zien. Nou ja, goed. Dit is dus dit. Dit kleurtje hier zo is dus helemaal stuk. En ik moet er dus een beetje voorzichtig mee doen. En dit is dus een dress. Dus als je hem ook wilt zien, ga even naar de winkel. Want, ja, als je hem zo wilt zien, zo kan ik het wel laten zien. Ja, dit zijn gewoon hele makkelijke kleurtjes die je kan dragen. Een beetje bruin zit erin. Voor smoky eye. Goud. Dit is echt super mooi. Ik heb nu niet op deze kleur. Omdat deze kleur dus, die vervuilt een beetje als je hem opdoet. En dan gaat hij. Ja, die glitters gaan de hele tijd op je wangen. Dus ik gebruik hem niet zo heel vaak. Maar voor de herfst is het ook zeker aan te raden. En jullie willen ook nu weten welke palet ik dus wel heb gebruikt. Misschien heb ik het gezien op Instagram. Ik heb hem dus op Instagram gezet. Dus W7 in de Buff Lightly Toasted Palet. Dit is echt serieus. Echt een heel fijn palet. Echt serieus. Ik dacht echt dat ik er eigenlijk niet zo enthousiast over was. Maar hij is echt heel erg fijn. Dit zijn de kleuren. Heel erg natuurlijk. En daar heb ik ook wel van. Nou ja, alleen geen spiegel. Dat vind ik wel jammer. Omdat dit is echt zo'n mooie verpakking. Geen spiegel. Dus dat vind ik wel jammer dat ze geen spiegel hebben. Maar toch wel leuk om te weten. En nou ja, dit zijn een beetje dezelfde kleuren als het MUA palet die ik heb altijd laten zien. Dus ook deze is ook zeker aan te raden. Dus. En dan heb ik ook nog een blush. Dit is ook kapot. Oké, jongens. Ik maak heel veel dingen kapot. Maar goed. Dit is ook Gold Rose Terracotta Blush On. Dit is echt een super mooie blush. Ik zal hem even goed laten zien. Zo kan je wel zien. Maar ja, hij is een stuk. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar goed, dat is dus die. Dan heb ik nog voor de lippen. Als er is een verzorging.
De vaseline, de aloe vera, gewoon heel erg fijn. Deze komt van de Primark vandaan. Dus ja, dat is deze. Ik kan heel opmaken trouwens. Maar goed, dan heb ik ook nog twee Essence lipsticks. Die zijn echt heel erg fijn. Welke ik nu eigenlijk op heb, die een beetje uitgewerkt is, zeg maar. Nou, ik had dus vandaag deze opgedaan van Essence, de 09 Wild Berries. En hij is echt super mooi, zoals je ziet. En dat is dus deze kleur. En dan heb ik ook nog Nouveau on the Catwalk. Die is ook super mooi. Dus die. Nou, dit waren al mijn hair essentials die ik aan jullie wou laten zien. Ik heb trouwens ook een vlogkanaal. Dat zal ik ook eventjes hier in de beschrijving zetten. En dan kan je ook gaan volgen. Want ik maak nu ook een vlog. Maar dus ja. Dus dit was mijn video. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!